Wat een begin van dit EK en wat een begin van onze Oranje Leeuwinnen. Welkom bij dag 2 van EK Daily. Tot en met 6 augustus zijn we elke avond om 8 uur live om te praten over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. En elke avond schuiven we de andere gasten aan. Vanavond zijn dat onze eigen Sanne van Dongen van VV Kicks, Sanne van der Velde van Telstar en bijna VV Alkmaar in het nieuwe seizoen. En natuurlijk Jean-Paul Horizon van FC Afkikken. Nou, laat ik bij jou beginnen, Sanne. Ja, wat voor een gevoel is dit? Heerlijk. Tuurlijk je eerste wedstrijd en dan zo spelen, eigen land, winnen, ja. Ja. Andere Sanne, jij was helemaal niet zenuwachtig of zo, hè? Nee, ik was helemaal niet zenuwachtig. Wat is er met je stem? Ik ben ook helemaal mijn stem niet verloren. Ja, dat was na een minuut 10 al. Na de 30 seconden al bij de eerste kans was hij al kwijt. Ja. Oh nee, ik ben echt, was zo zenuwachtig en zo opgelucht. Ja, zo opgelucht vooral. Jean-Paul, we zaten van tevoren een beetje te kijken. Noorwegen, hè, de beste spits misschien wel ter wereld, sowieso van Europa. Maar eigenlijk was het eigenlijk alleen maar oranje. 1 kansje hebben ze gehad, toch de Noorden? Ja, nou zeker. In de eerste helft hebben ze wel een fase gehad dat ze even het betere van het spel hadden, maar toch niet in hele grote problemen gekomen. Nee. En ja, ik was echt onder de indruk van Nederland. Want op voorhand zeg je toch misschien van, die Noren, die hebben misschien wat meer ervaring, wat grotere namen. Ja. En toch, als je hebt de beelden gezien vanuit Utrecht, hè, wat een chaos. En dat kan ook een soort toernooidruk opleggen natuurlijk, maar en niks van dat. En ze hebben echt gevochten als leeuwinnen, echt. Ja, mochten jullie nou thuis zitten kijken en denken, ja, jullie maken toch een toernooi over het hele EK en jullie zijn toch niet heel erg oranje-mijn. Het valt ook wel best mee, volgens mij kunnen we nu even kijken hoe dat er aan toe ging hier op de redactie bij de 1-0. Ja, er kwam heel veel los, Sanne. Zo. Ja, mijn kipstukken vlogen door de lucht. Of je dat straks nog even op kan ruimen. Maar nee, het was een moment dat wij erover hadden. Rond een uur heb je het sowieso altijd erover. Hè, wat moet Nederland gaan doen? Moeten ze gaan wisselen? Ja, en toen opeens. Janice van der Zanden. We mogen jou de credits wel voor 1 keertje geven dat je 10 seconden voor die goal zei, dat die in de lucht hing. Ik zei het tegen Raoul, inderdaad. Ja, maar vooral Janice van der Zanden. Klop op de schouder. Janice van der Zanden. Ja, wat een doelpunt, jongen. Oh, wat een assist ook, hè? Van Dieke Martens met een verkeerde been. Ja. Ja, maar zij heeft geen verkeerd been, dat is het mooie. Nee, gewoon links en rechts. Ja. Hebben we gezien, ja. Er komen zoveel vragen binnen. We gaan proberen zoveel mogelijk vragen te behandelen, absoluut. Richard, voor jou, Jean-Paul. Wie vond je de beste aan Oranje? Aan Oranje kant? Dan moet ik goed zeggen, Jacky Groene. Ja, schitterende steekpaas. En ook een paar keer een hele goede interceptie op middenveld. Wanneer de Noor kon omschakelen. Ja. Dus het was echt een verrassing voor mij. Ja, voor mij. Ja, ik heb het net getwitterd, Jacky Groene ook. En een Pia. Dit is de heatmap van Jacky Groene tijdens Nederland-Noorwegen. Ja, maar Jacky was nog een beetje onbekend bij het grote publiek. Weet je wel, het was altijd Miedema, Martens, Melis voorheen. En nu is het gewoon Miedema, Martens, Groene volgens mij. Ja. Na 1 wedstrijd, maar ze hebben wel echt ontzettend goed gespeeld vandaag. Dus die credits verdienen. Sanne, is dat ook zo? Ja, kijk, jij bent speelster. Jij volgt het voetbal toch anders dan dat wij doen. Hè? Wij leven nu op. Wij kijken VV Kicks natuurlijk. Maar ja, was dit eigenlijk al bekend? De potentie van Jacky Groene? Nou, ik moet zeggen, eerst, ja, zoals er al gezegd wordt, eerst heb je niet zoveel over haar gehoord. Maar na aanloop van het EK en ja, je ziet gewoon, zij is zo gegroeid en gewoon terecht dit. Ja. Speelt gewoon een goede wedstrijd. Wie andere uitblinkers voor jou? Oranje? Martens. Ja? Ja, gewoon die pasen, gewoon voorzet, links, rechts. Ja. Ook weer schoten, dat je denkt van ja. Ja, ja dat is altijd wel mooi, want er ligt natuurlijk heel veel druk op haar. Bij het vorige toernooi was het echt Miedema, Miedema, Miedema. Nu, natuurlijk net met de transfer naar Barcelona, Martens. Ging ze daar goed mee om, Jean-Paul? Ja, nee, je weet natuurlijk niet in hoeverre zoiets heel veel invloed heeft. Maar ik vond er heel veel dreiging vanuit gaan. Maar laten we ook trouwens keeper Sari van Veenendaal niet vergeten. Die cruciale redding. Ja, dook volop en
Nee, maar voor haar moet het ook, weet je wel. Wat het is, als je verdediger bent, dan is het al spannend zo'n wedstrijd. Maar keeper, weet je wel, één foutje en dan ook nog de discussie. Wordt het Loes of wordt het Sarri? Dan sta je daar wel echt met een shitload aan zenuwen op het veld. Dus ze heeft het echt ontzettend goed gedaan. Ja, er komt een vraag binnen. Was Noorwegen nou zo slecht, Sanne? Of was Nederland zo goed? Nederland was zo goed. Dat is echt mijn gevoel. Noorwegen kan gewoon echt goed voetballen. En het was niet dat ze vandaag nou zo slecht waren. Ze waren ook af en toe best gevaarlijk. En je ziet echt wel dat ze kunnen voetballen. En Ade Hegerberg heeft ook wel af en toe haar klasse laten zien. Maar Nederland, zeker, ja. Nederland stond overal 11 tegen 11. Elke 1 tegen 1 was Nederland beter. Ja. Het was echt, Nederland was zo goed vanavond, volgens mij. Ja, inderdaad. Ik vond Noorwegen niet per se geen niveau halen of zo. Absoluut niet. Nee. En je ziet het inderdaad met Hegerberg, maar ook met die Graham Hansen. Die hebben natuurlijk wel ook zelf, die kunnen uit niets kunnen ze ook iets creëren. Ja, en dat zag je een paar keer. Ja, moet je dan een beetje geluk bij hebben, maar ja, alle credits in Nederland. Ja, was dit de opstelling die we een beetje hadden verwacht, denk je, Sanne? Ja, ik denk wel dat dit de opstelling was die het meest voor de hand liggend was. En ja, het is gewoon, ja, ik denk Van der Zande rechts, links, Martens en... Ja, want er achterin is natuurlijk Van der Gracht heel veel over doen geweest. Heeft natuurlijk vorige week in die geheime wedstrijd, waar eigenlijk niemand iets van af weet, heeft ze natuurlijk 90 minuten gespeeld. Viel nu ook in. Ja. Dat is misschien wel bijzonder. Ik ben heel benieuwd. Capitano werd gewisseld, Manny van den Berg. Ja. Ik ben echt heel benieuwd waarom dat was. Ja, je had in de eerste helft had je zo'n momentje dat zij bij de cornervlag, dat ze even leek te overstrekken of zo. Dus misschien dat er iets mee te maken zou kunnen hebben. Maar, Wat wel opvallend was bij Noorwegen, die dachten dat de linksback. Ja. Dat heb je even uitgezocht, hè? Dat is eigenlijk een spits. De linksback is 3 keer topscorer geweest in de Noorse competitie. En die is nu linksback bij Noorwegen. Dat zijn prima cijfers voor een linksback, toch? Ja. Ja, nee, ze is dus spits geweest. Ja. Heel lang. En misschien qua snelheid dat ze haar nu op Van der Stand hebben gezet. Maar ze hebben ook in aanloop naar dit EK toe haar al heel vaak op de linksbackpositie gezet. Ik vraag me toch af of dat dan echt voor Chinese is geweest of niet. Maar het is wel bijzonder. Ik wil het zo ook nog even hebben over onze backs. Want die spelen bij hun club ook op een andere positie. Maar we gaan eerst natuurlijk, ja, voor mij even, kijk eens. Hey! Freja Cosullo Arias, ik zeg het nu wel goed. Frey, jij zat op de tribune, waar wij natuurlijk heel jaloers op waren. Hoe was het? Ja, ik ben nu al schor. Nee, ja, oprecht, ik ben natuurlijk bij best wel veel voetbalwedstrijden geweest. Maar zo gaaf wat hier gebeurde. Gewoon die sfeer. En ik zat ook met heel veel ex-internationals om me heen. En je merkt gewoon dat iedereen een beetje geëmotioneerd was ook gewoon. En dat iedereen zoiets had van... je moet even aan hun vragen. Ondertussen gaat het allemaal gewoon door hier. Supermooi wat hier in het stadion gebeurde. En je merkte wel echt die spanning bij die Oranje winnen. Daar hebben we het ongetwijfeld ook over gehad. En dat voelde je ook echt in het stadion. Dat iedereen echt zoiets had van, oh, als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. Dus supermooi ook nu na afloop. Speelsters die ronde. En ook een mooi moment voor Sylvia Nooy. Ik weet niet of jullie dat goed hebben meegekregen. Ja, heel goed. Maar dat was wel te voelen in de rijen waar ik zat, waar dus veel ex-internationals zaten, veel meiden vanuit het vrouwenvoetbal. Was wel een mooi moment. Ja, in de 34e minuut ook een mooi moment ook voor Appie Nouri natuurlijk. Nu ken ik jou natuurlijk als een zeer ingetogen persoon. Toont weinig emotie bij het kijken van voetbalwedstrijden. Die 1-0 heb je ook heel rustig beleefd, neem ik aan. Onwijs rustig. Nou ja, als je het goed hoort, ben ik al een beetje schor. Niet zo schor als Sanne overigens. Dat heb ik alweer gehoord, die paar seconden dat ik even mee kon luisteren. Maar ja, het is toch niet normaal. Ik kan nu echt niet rustig blijven. Ja, als je nou kijkt naar deze wedstrijd, wie was voor jou de woman of the match? Maar nu hoor. Oké. Ik denk dat ze, het loopt helemaal over daar in Utrecht. Ja, nee, ik kom zelf uit Utrecht. Dat is af en toe nog best wel bijzonder internet en dergelijke. Dus, ja. Daar hadden we het voor. We zaten te kijken naar alle foto's op Instagram, op Twitter. Voor de wedstrijd. Ja, bizarre beelden uit de Oranje Zee in Utrecht. Ja. Ja. En ook die optocht naar het stadion. Dat is toch waanzinnig. Ja, maar ik durf bijna niet te zeggen, maar dit is het begin. Je verslaat nu de favoriet in de pool. Ja. Ja. Gaat er een oranje gekte losbreken, denk je? Nou, het zou wel mooi zijn. Ik wist van tevoren totaal niet wat ik moest verwachten. Want we weten dat heel veel meiden voetbal in Nederland. Maar in hoeverre komt dat dan zoiets echt los bij zo'n toernooi? Nou, vanmiddag zag ik in de stad al wat plukjes. Toen dacht ik, nou leuk. En toen zag ik later die beelden vanaf de neuden. Ja, waanzinnig natuurlijk. Ja, misschien kan het loskomen. Dit was denk ik wel de ideale start. Ja, want daar had ik gisteren over toen ik hier zat. Toen ik was zo bang. Of bang. Ik vreesde. Ja, blijkbaar vreesde. En was ik best wel bang voor het feit dat er niet
te grote hype om dit EK kwam, dat het ging teleurstellen of zo. En ik zei, ik hoop liever dat het 4-3 wordt dan 0-0 of zo. En nu is het 1-0 geworden en het was echt een toffe wedstrijd. Daar ben ik denk ik nog het meest opgelucht over. Dat het gewoon echt leuk was om naar te kijken, 90 minuten lang. Ja, Sanne, was dit reclame voor het vrouwenvoetbal? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat dit er gewoon een hele mooie stap is geweest. En ja, als dit zo uitpakt. Ja, ik hoor nou trouwens, wie denk je dat de UEFA man of the, of woman of the match heeft gekozen? Nou, was dat Manny van den Berg, hoorde ik? Op... Nee, oh. Die werd gewisseld. Nee, maar Manny van den Berg werd omgeroepen, hoorde ik op een gegeven moment. Nee, de UEFA heeft Lieke Martens gekozen. Oh, oké, okay. Ja. Schitterende assist. Dat is trouwens wel het enige kritiekpuntje op Nederland. Ja. Ze waren af en toe wat besluiteloos, vooral Miedema en Janice van der Zanden. Ja. In hoe ze kansen uitspeelden, want er kwamen ze hele kansrijke posities. Dat deden ze dan af en toe net iets te weinig mee. Nee, er wordt ook in de chat gevraagd over Miedema. Vonden jullie dat Miedema tegenviel? Ja. Nou, Miedema... Ja, ik vind het lastig in te schatten hoor, met Miedema. Want ze scoort natuurlijk super vaak. Ja. Maar ze heeft het afgelopen week al niet gescoord. En nu was ze ook weer niet helemaal. Dus het is heel lastig in te schatten of ze nou niet scoort wanneer ze moet scoren of zo, weet je wel. Maar dat is iets te zwaar gezegd misschien. Maar ze heeft niet gescoord en ze was ook niet heel erg goed vanavond. Nee, ik denk maar ze creëert wel veel. Ja, ze moet er even doorheen. Ik denk als zij nu gaat scoren, er ligt toch weer heel veel druk op haar. Hoe je het went of keert, toch? Tuurlijk. Zij is het gezicht van het Nederlands elftal. Ja, maar weet je wat ook zo lastig is? Ze wordt zo op een voetstuk geplaatst. In aanloop naar een EK toe, in aanloop naar het WK toe. En dat is gewoon terecht, want ze scoort super vaak. Maar ja, dan sta je daar op een EK wanneer wel echt alle ogen op je gericht zijn. In plaats van af en toe alleen de insiders die weten dat je veel scoort. Yeah. En dan doe het dan maar eens. Het is echt wel voor iemand van, nou wat? Ze is nu 21? 21, denk ik. Ja, ze was jarig. Ze is nog best jong. Dat is ze was wel... gisterjaar. Ja, toch? Ja. Heel scherp. Heel scherp. Ja. Als we nog heel even de opstelling terug kunnen pakken van Oranje, van de Oranje Leeuwinnen. We hadden het net over de linksback bij Noorwegen, maar als je kijkt naar Oranje, Kika van Es staat bij Achilles op het middenveld. Desiree van Lunteren is voor mij de 10 bij de Ajax-vrouwen. Dan is dat toch best knap hoe die vandaag spelen. Ja, het is voor jou natuurlijk een beetje duur, hoor. Ik vind het echt zo lastig om hierover te hebben. Ja, ik Hoe pijnlijk het ook is voor Merel, is dit toch ook wel mooi hoe zij spelen vandaag? Tuurlijk, respect voor hun, echt waar. Respect dat ze dit zo oppakken. En Merel heeft ook ooit, terwijl ze geen linkscentraal achterin was, een linksback op de WK gespeeld. Dus, dus het is wel heel knap hoe die meiden zich van een positie waar ze zich niet thuis voelen, zo spelen als vanavond. Dat is absoluut. Deze race staat al voor mij nu een paar jaar in Oranje, toch? Op rechtsback? Ja, ik denk. Dat is een beetje agressie hoor, van Oranje. Er is niet echt een rechtsback, toch? Nee, zeker niet. Nee. Oh, want Desiree kreeg last van... Het er nog over inderdaad. Ja, wie, dan zou, Wie vervangt haar als... Nou, dat is Lisa van der Mos natuurlijk, die ook niet helemaal fit is. Dus nee. Links en rechts backs eigenlijk allebei een beetje... Nog even kijken. Er komen trouwens heel veel vragen binnen over of Nederland nu de favoriet is in de pool. Nou, dat gaat me een beetje ver nu. Ik heb zelf Denemarken en België nog niet gezien. Dus ik vind het een beetje makkelijk om nu te zeggen van... Goh, Nederland is de favoriet. Maar hey, ik denk dat je met Noorwegen, finalist in 2013... Ik denk dat je... Ja, je hebt wel een hele goede stap gezet natuurlijk. Wat denk je, Sanne? Nou ja, ik denk als ze dit niveau zeg maar zo vasthouden... Dan kan je best zeggen dat het wel favoriet kan worden in de pool. Ja. Oké. Nou ja. Ja hoor, ik zeg gewoon favoriet. Sarina Wiegman, de bondscoach, zei... We leven van wedstrijd tot wedstrijd. Dus dan moeten wij dat maar ook wel een beetje... Ja, dat lijkt me ook wel verstandig. Toernooi-clichés. Ja. Toernooi-clichés, heerlijk toch? Heerlijk. Bijna elke dag gaat Raoul op pad met Oranje Leeuwinnen. En eerder ging hij op pad met Lisa van der Most. Oh god. Ja, die tijd. Wat is het mooiste wat je tot nu toe meegemaakt hebt uit je leven? Ja, ik denk terug naar Colombia. Terug naar mijn geboorteland. Ja. Wat is het mooiste woord uit de Spaanse taal? Het mooiste woord uit de Spaanse taal? Oh god. Ja, die tijd. Te quiero. Wauw, zeg je dat nou tegen mij, te quiero? Nee, dat is gewoon te quiero. Okay. Ja. Wat is je slechtste eigenschap? Ik ben te perfectionistisch, denk ik. Oh ja, of dat slecht is, dat weten we niet, hè? Ja. Welke Oranje Leeuwin is volgens jou de ideale stewardess? Jackie Groene. Ja. Ja, waarom? Nou, we moesten pakken passen. En toen had ze een heel mooi pak aan en ze zag eruit als stewardess. Welke drie artiesten mogen er niet ontbreken in jouw Spotify-lijst? The Weeknd. Ja. Oh, drie artiesten. Drie, hè? Go. Okay.
Ed Sheeran. Ed Sheeran, dat is twee. En nog eentje. Zo moeilijk. Ik weet het niet. Beyoncé niet eens? Nou, ja, die is wel goed, maar die staat niet standaard in mijn Spotify-lijst. Oké, ik match je. Okay. Twee. Altijd in de basis staan, maar het EK niet winnen. Mm-hmm. Of altijd op de bank, maar het EK wel winnen. Die is lastig, hè? Een hele moeilijke. Ja, die is lastig. Ja, het liefst speel ik natuurlijk, maar het EK winnen is toch ook wel een droom. Dus dan ga je voor? Mag ik hem allebei doen? Gewoon een combi? Combi, vooruit. Oh, ik ben lief vandaag, jongens. Ik ben in een lieve bui. Wat is je levensmotto? Mijn levensmotto? Oeh, ja. When life gives you lemons, make lemonade. Wow! Stik deze! Omschrijf Foppe de Haan in maximaal één woord. Duidelijk. Duidelijk. Welke oranje leeuwin lacht er het hardst? Oh, dat is een handvol, maar nee. Je mag er één kiezen, dat je denkt, boy, als ik die hoor lachen, niet normaal. Ja, Shanice. Shanice? Hoe lacht Shanice eigenlijk? Ja, dat kan ik niet eens nadoen. Nee, dat moet je gewoon zien. Dan moet je gewoon bij zijn. Dan moet je bij zijn. Oké. Okay. Stel, je was voor één dag Sarina Wiegman. Wat zou je doen? Mij opstellen. Lieve Sarina, als je mij opstelt, dan... Dan laat ik je het beste spel ooit zien. Duidelijk. Ze reageren allemaal zo politiek correct. Als je mij opstelt, bak ik voor de rest van mijn leven taarten voor je. Dat is ook wel politiek correct. Ik wil net zeggen. Goed, laten we doorgaan met de quiz. En dan laten we eerst kijken naar de quizvraag van gisteren. Best wel pittige om mee te beginnen. Noorwegen werd 2 keer Europees kampioen. 1 van die kampioenschappen was in eigen land. In welk land was het andere kampioenschap? Hulde voor de vele goede antwoorden. We hebben er eentje gekozen, want het juiste antwoord was Italië. Ze werden ook Europees kampioen in 1993 in Italië. En de winnaar van het Liona-shirt is Anouk. Anouk Maniac? Heel goed, Anouk. Gefeliciteerd. Wij nemen contact met je op en dan krijg je zo snel mogelijk een Liona-shirt. Laten we dan gaan kijken naar de vraag van vandaag. Welk land speelt voor het 4e EK op rij op de openingsdag? Ja, Sanne. Is het makkie? Nee. Jawel. De oplettende, dit is zo flauw, hè? Nee, maar de oplettende kijkers weten wel dat er al 2 afvallen. Ja. Als ze gisteren hebben gekeken. Zo. Ja. Dat was dan de hint van vandaag. Ja, dat was de hint van vandaag. Zullen we het daar laten? Oké. Okay. Dus, even een stukje van gisteren terugkijken en dan maak je een hele goede kans op een Liona-shirt. Als je het juiste antwoord weet, hashtag EKDaily en dan maak je kans op dit prachtige Liona-shirt. Heb je eigenlijk zo'n Liona-shirt? Ik heb er zeker eentje, ja. Ja, oké. Okay. Leon was heel lief voor mij, die heeft er maar eentje gegeven. Ik vind dit shirt trouwens ook wel tof. Ik ook. Het is van Sus Lief, hè? Is dit van een WK-shirt? Nee, het WK-shirt heeft Thomas de Sacheer aan. Thomas de Sacheer. Ja. Die maakt nu de blitz daarmee. Ja. Elke dag in EK Daily hebben we een spel. Het spel heet High Kicks. Je moet gewoon een bal hoog houden, maar... Nou ja, kijk zelf maar. We gaan zo meteen hoog houden. Hoe zijn jouw voetbalskills? Nou, ik wil wel met de top meedoen. Ja. Dus ik weet niet of waar het nu op staat, het record, maar dat hoop ik minimaal te evenaren. En een goede plus erbovenop, zodat de volgende flink aan de bak kan. Ja, ik ga je meteen helpen. Je bent de eerste. Niemand minder dan Stefan Pop gaat zo meteen op dit podium acteren met als thema België. Stefan Pop, dames en heren, daar komt hij aan. Hier, als hier niet wordt gelachen, is het eigenlijk super gênant. Belgische moppen. Ik ken dus geen Belgische mop, dus ik zal heel even, heel even na gaan denken. Als ik maar om moet lachen. Dus een Nederlander. Klopt, hè? Zodra je begint met praten. Je ziet het? Gaan we. Oké, een Nederlander en een Belg. Je ziet het? Poging 2, 6. Het ging van een Nederlander naar een Belg. Kijk, kom op! Kom aan! Je kan dit, hè? Oké, een Nederlander en een Belg. Zitten. Wacht,
12! 12! En het was meer, een Nederlander en een Belg zitten bij. Ik weet ook niet wat hij daarna deed. Ik heb toch geleerd dat je gewoon hoog houden en moppen vertellen, dat moet je gewoon gescheiden houden. Dit is ik kan echt wel hoog houden, maar ik kan gewoon niet hoog houden en een mop vertellen. Ja, Stefan Pop, cabaretier. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? 12 staat wel bovenaan in het tussenklassement. Ja, ik vind tegenvallen. Tegenvallen. Ja, te kleine ruimte, dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Ik steun hem dit keer. Heb je wel eens een balletje hoog houden? Ja. Met een handicap? Met een handicap, ja. Jou gaan we er ook nog voorbij, hè? Zien komen daarin. Nou, ja? Meer of minder dan 12. Dat is een mop op zich. Oh, dat is een mop op zich. Goed, ja. Voor de kijkers. Dankjewel, Sanne. Straks om 9:15 is de tweede wedstrijd in Pool A tussen Denemarken en België. Daar gaan we het straks over hebben. Morgen eerste wedstrijd in Pool B om 6:00. Rusland tegen Italië. En ja, je bent natuurlijk het gezicht, of een van de gezichten van FC Buitenland. Dat is een mooi verhaal bij de Italianen over Gabbiadini. Ja, dat is het zusje van Manolo Gabbiadini, Napoli, Southampton. Ja. En ik ben eigenlijk benieuwd wat voor speelster het is. Want hij is echt een heerlijke spits om naar te kijken. Altijd in beweging, altijd oorlog aan het maken. Ja. En niet per se de meest technisch verfijnde spelers, zeg ik netjes. Maar wel altijd een genot om te zien. Ja, dus maar ik ben heel zij benieuwd. Heeft uitstekende cijfers. Ze heeft 44 goals gemaakt in 107 interlands. Nou, dan daar mag je mee thuiskomen. Zeker. Dus de score zit in de familie. Ja, de score zit in de familie. Wat over Italië wel mooi is, dat ik een beetje in ging lezen. Het is een ploeg dat als ze meedoen, komen ze altijd ver. Typisch Italië, denk ik. Toch? Ja, dat merk je ook bij de mannen. Het is echt zo'n ploeg die in toernooien gewoon... Ja, een toernooiploeg. Die gewoon... daar had ik gisteren ook over. Maar dat toch die cultuur van het land ook wel bij zowel mannen als vrouwen erin zit. Dat Italië zowel bij de mannen als bij de vrouwen echt een toernooiploeg gaan zijn. Ja, wat ik van de Russen heb gelezen, want ja, ik neem aan dat de standaard vrouwenvoetbalkenner in Nederland niet gelijk alles weet over de Russen. Interessant detail is dat zij wonnen, de kern van deze ploeg, won het jeugd-EK in 2005, onder 19. En dat is de kern van deze ploeg. Maar dat zegt wel wat natuurlijk, toch? Dus onder 19 in 2005, dan hebben ze nu wel een vrij oude ploeg. Ja, als dat de kern is, ja, dan zijn ze 17, 18, 19 denk ik op dat moment. Ja. Dus dan heb je een vrij ervaren ploeg. Ja, dat zou je wel zeggen. Ik ben heel benieuwd. Italië overigens 2 keer tweede geworden. Waaronder, dat is weer de quizvraag van gisteren. Ja, in eigen land. Van Noorwegen. Wat ik wel over weet, hè, zo'n Italië-Rusland. Denk je dat zo'n wedstrijd nou ook gaat leven in Nederland? Dat mensen daar ook denken... Nou, ik denk niet echt dat het zal gaan leven. Hoe leeft dat bij jullie in het team? Ja, ik wilde zeggen bij Telstar, maar ik moet zeggen VV ook maar. VV ook maar, ja. Gaan er veel meiden ook kijken naar andere wedstrijden? Ik denk dat iedereen het wel gaat volgen. Ja, ik denk wel dat iedereen gewoon gaat kijken op tv. Maar dat het wel minder zal leven en minder overgesproken zal worden dan zo'n wedstrijd. Ja, dat heb je elk toernooi toch wel eens een paar wedstrijden dat je denkt van ja, wat moeten we hiermee? Ja, ik geloof 2 jaar terug op het WK voor mannen hadden we Iran-Nigeria. Ja, dat was ook verschrikkelijk om naar te kijken, maar ja. Wat wel grappig is aan de Italiaanse ploeg, dat iedereen in de Italiaanse ploeg, ik denk op een keeper na, in Italië speelt. En nu zegt iedereen, ja, je moet of in Engeland voetballen, of in Frankrijk, of in Spanje, of in de Scandinavische landen. Nou, in dat geval denk ik best wel sterk. Ja. Nou ja, dus het moet nog maar blijken, maar Italië heeft volgens mij best wel een sterke ploeg. Ze werden voor mij 2e achter in de pool, achter Zwitserland. Zwitserland debutant op dit EK. Dus ik ben benieuwd. Overigens, een uniek moment in de show, een uniek moment in de historie van FC Afkik en VV Kicks. We hebben een huwelijksaanzoek in de chat. Nee. Niet. Jean-Paul, wil je met me trouwen? Ah. Dit overvalt me een beetje. Ja, maar wat is je antwoord? Foto. Nee, ik heb vooral het vermoeden dat iemand mij weer zit te vinden. Nee, het is Esmee. Okay. Nou, dat vind ik heel lief. Prachtige naam. Nou. Ik ben zeer vereerd. Jeetje, hij zit wel geteld 21 minuten op de bank en hij krijgt een huwelijks... Heb jij wel eens een huwelijksaanzoek in de chat gehad bij VVG? Ontelbaar. Te veel. Dit zwakt het wel een beetje af. Ja. Nee. Ik voelde me even heel speciaal. Nee, geintje. Dit is toch wel, ja. Ik vind het wel wat. Er komen nog meer vragen, voornamelijk over Nederland. Veranderingen voor de volgende wedstrijd, Sander. Zou je veranderingen doorvoeren? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat je het zo, sowieso weer zo beginnen, denk ik. En ja, het is gewoon zoals ze deze wedstrijd hebben gespeeld, gewoon sterk. En ik denk niet dat je daar te veel verandering in moet brengen. Nee. Mediatechnisch had
de NOS het misschien iets anders aan kunnen pakken daar, met de aanloop naar dit duel? Ja, volgens mij hadden ze nu op 8 kanalen hadden ze de Tour. Ja, dat had best eentje minder kunnen zijn, denk ik. Ja, daar zijn mensen een beetje boos over dat het EK begint. En dat ja, het is natuurlijk wel, want kijk, het argument van het leeft niet is natuurlijk ook niet. Want we hebben gezien wat een gekte er los is gebarsten. Hadden ze iets handiger mee om kunnen gaan. Aan de andere kant, ja, in de Tour had je ook een bijzondere Nederlandse prestatie. En dat hadden zij natuurlijk ook niet verwacht. Dus ja, dat, om daar nou over te gaan zitten zeiken vind ik ook zo makkelijk. Ja. Anouk Dekker, centraal achterin. Stephanie van der Gracht is nu fit. Moeten we dat zo houden? Dekker, volgende wedstrijd weer basis, zeg ik. En ik vind Steve echt supergoed, hoor. En echt geen verkeerd woord over Stephanie, maar Dekker deed het gewoon ontzettend goed. Hij heeft wedstrijdritme, heeft alle voorbereidingswedstrijden gespeeld. Was zeker kopsterk en gewoon zelfverzekerd met haar lijf, wat Stephanie misschien niet is. Dus ik zou dat niet veranderen. Nee, niet veranderen. Oké. Okay. Never change a winning team. Nee, never change a winning team, maar Stephanie is echt heel erg goed, hoor. Dus ik snap wel dat de vraag gesteld wordt. Heel goed. Zometeen België, Denemarken, 8:45. En elke dag mogen gasten van ons door middel van het Toto voorspelspel de uitslag gaan voorspellen. En de eer was vandaag aan onze eigen Sanne. Hoi, ik ben Sanne van der Velde en ik ga Denemarken-België voorspellen. Ik denk dat Denemarken wint met 2-1. En ik ga dus in de 1 schieten hier. Oeh! Ik ga even wat meer richten, even mijn concentratie pakken. Oh! Oh! Oké, 3 maal scheepsrecht. Oh! Oh! Oh, wel dichtbij. Nou, het is best lastig. Maar het ging steeds beter, maar helaas is het er niet geworden. Maar toch gaat Denemarken winnen van België met 2-1. Oeh. Oeh, ja. Hey, dat moment. Bijna. Het is wel de tweede keer al de schreeuw. Gisteren hadden we de schreeuw van Freesia, die heel dichtbij was. Dat is ook echt een oerkreet. Dat is iets wat we wel kunnen overlaten aan Freesia, schreeuwen. Wat denk jij? Zal Jean-Paul Rison ook zo schreeuwen als hij er net niet in gaat? Nee, ik denk dat hij zich een beetje ingetogen baalt. Ingetogen. Want ja, onze eigen Jean-Paul Rison dacht, ik ben te gast. Laat ik ook even proberen mijn voorspelling binnen te schieten. Mijn naam is Jean-Paul Rison en ik denk dat Denemarken België gaat eindigen in een 2. Net iets meer curve moet erin, hè? Iets meer curve, iets minder kracht, gaat goed komen. Zo'n stukje. Ik ben mijn grote bek weer. Dit moet natuurlijk weer in jou horen, of niet, jongens? Dacht ik al. Jammer. Nou, ik weet niet of je het een jaar moet aanhoren. Maar het is wel niet de schreeuw. Het is de zucht van Jean-Paul Rison. Ja, ik vraag me wel af of Esme nu nog steeds met je wil trouwen. Ik kan me haast niet voorstellen. Wel een voordeel. Je hebt dit jaar niet met je jas aangeschoten. Vorig jaar hadden we een spel met EKD. Ja, dat was vooral Allianz. Michiel Kramer was er heel boos om. Hè? En toen had hij gewoon zijn jas aangelaten. En toen heeft Michiel Kramer de hele uitzending naar hem gekeken. Ja, waarom laat jij je jas aan als je aan het voetballen bent? Ja. Oh. Maar Jean-Paul Rison luistert naar Michiel Kramer. Want het is de tweede keer dat je nu meedoet. Ja, maar ik ga dit deze zomer vaker proberen. Oh, ja? Het toernooi is nog niet voorbij. Hey, maar dat is wel leuk. Een verschil tussen jullie. Wie er gaat winnen? Jij denkt België of jij hoopt België. Ik weet niet of je denkt. Er zat een beetje hoop bij, ja. Waarom? Ja, ik heb heel veel sympathie voor onze Belgische vriend Guillaume Mabe. Ja, die hebben we zo meteen hopelijk in de show. Guillaume Mabe is journalist in België. En die volgt de Belgische vrouwenploeg tijdens dit EK. Dus daar zit een beetje jouw sympathie. Ja. Debutant wel? Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, wat is jouw connectie met Denemarken? Of denk je gewoon... Ik denk het gewoon. België debutant die... Nou, België heeft natuurlijk niet echt een goede voorbereiding gemaakt of zo. Nee, want tegen Spanje was het 7-0. 7 of 8-0 dacht ik. Ja, 7-0 was het. Ja. Hoe kan dat? Twee ploegen op het EK die even tegen elkaar oefenen en... Nou, Spanje is echt heel erg goed. Spanje staat bij mij echt heel hoog op het lijstje wie er kampioen kan worden. Maar het zegt misschien ook wel wat over België. 7-0 verliezen, dan moet je wel echt een off-day hebben. Ja, wat kunnen we verwachten van de Belgen?
lastig. Echt niet te voorspellen. Nee? In mijn ogen. Waarom is dat zo lastig? Ja, omdat ze hebben op internationaal niveau nog nooit echt iets, nog nooit potten kunnen breken en nog nooit iets laten zien. Nu staan ze er en ze hebben best wel een oké ploeg, maar ja, of ze nou drie keer afgaan zonder doelpunt of dat ze nou het spannend maken, ik heb echt geen idee. Okay. Ik ben wel heel benieuwd. Ja, dat is het vooral. Want dat is het leuke met debutanten. We hebben het gisteren natuurlijk al een beetje een uitzending gehad over Zwitserland. Hè, een gevaarlijke ploeg. Eerste geworden in de EK-kwalificatie. Het zijn nieuwe ploegen. En dat is ook wel tof aan dit toernooi. Hè. Als we het gisteren met Freesia en Rivka over hadden. Die zeiden ook, het niveau groeit naar elkaar toe. Hè, iedereen maakt wel een kans. Ja, ik begreep dat in België het zeg maar die Benelink dat ook wel echt een positieve invloed had op het niveau daar. Dat het daarvoor niet zo bijsterdenderend was om het even... Dat langzaamaan steeds dat ze steeds meer mee konden met de Nederlandse... Standaard Luik. Standaard Luik was toen de grote ploeg. Het waren altijd de Nederlandse ploeg. Heb jij de Benelink nog meegemaakt? Net daarna? Ja, ik heb in de Benelink heb ik zeg maar mijn debuut gemaakt, ja. Uit ergens in België? Uit in Lierse volgens Kijk, mij. Mijn god. Dat is heel goed. Ja. Wat vond je van die Benelink? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet er niet heel veel meer van, maar het was wel... Ja, maar om het spelen tegen Belgische ploegen, want wat ik altijd hoorde... Vreemd. Ja, want dat hoorde vreemd. Ik. Het niveau viel redelijk tegen. Er was één goede... En als ik dan de Nederlandse speelsters vroeg, ja... Ja, België loopt gewoon echt 10 jaar achter op Nederland qua voetbal. Weet je, als je in Nederland, toen de Benelink nog was, als je naar België ging, zat je echt voor een appel en een ei, nee, voor een kip en een vader en een moeder. Ja. Als supporters. Wauw. Ja. Nee, maar echt, er kwam geen hond kijken. De polletjes op het veld. 10 man met een toeter en een vlag. Ja, precies. 10 man en een toeter en een vlag. Dat Bijna. Was het. Ja. En Standard Luik was het enige team dat echt goed kon voetballen. Het is gewoon zo amateuristisch en Nederland loopt echt 10 jaar maar voor. Hoe hebben zij dan zo snel die omslag? Is dat echt die Benelink of zijn ze ook binnen de Belgische voetbalbond begonnen met veranderingen dat ze nu op een EK staan? Nou, de Benelink heeft er zeker aan bijgedragen. Werd daardoor gewoon zoveel. Ze kon een beetje afkijken van de Nederlandse teams. Van oh, blijkbaar dit kan en een beetje zo experimenteren. Dus België echt een stuk beter geworden. Wat Chris ook zei, Nederland slaat zich echt voor zijn kop als ze van België verliezen en de poolfase niet overleven. Want we hebben echt ons eigen aandeel in gehad. Ja, want waar moeten we op hopen nu als Nederland zijnde? Op resultaat in gelijkspel. Gelijkspel, ja. Hè? Dat Zeker, dan staan we met 1 voet in de kwartfinale. Ja. Dan gaan we meteen naar de finale. Heel goed. Ja, Sanne, je hebt het tot nu toe, je gevoel zegt goed, want ik zat even te kijken naar de statistieken. Ze hebben 8 keer tegen elkaar gespeeld. Hoeveel keer denk je dat België heeft gewonnen? 5. Nee, want dan heb je Je gevoel natuurlijk niet goed. 0. Heel goed. Ik denk 0. Of van 5 naar 0 gaan ook. Ja, dat kan. 7 keer hebben ze gewonnen van de Belgen. En 1 keer gelijk gespeeld. Maar, het is altijd mooi met de statistieken die we dan lezen. Denemarken, al 5 keer op rij, hun openingswedstrijd niet gewonnen. Ja, dat gaat ook knagen in die koppies, ja, zeg je dan? Ja. Nee, joh, dat doet helemaal niets met die koppies. Nee? Nee. Nee, ik denk het ook niet. Maar een wedstrijdje niet, of nou de openingswedstrijd is van ander. Je verliest er eentje, ja, boeien. Ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat leven. Want we zagen net een foto, dat doet Jeroen Elsel van de NWS natuurlijk altijd als hij in het stadion binnetje komt. Nu nog rustig, het was ook heel rustig. Maar Doetinchem, gaat dat een beetje warm lopen hiervoor? Ik zag wel op het fanplein veel mensen. Ik heb werkelijk geen idee. Ik zat er bij Nederland ook al, ging ik er redelijk blanco in. En lijkt dat nu ook maar doen. Ja, en Doetinchem is niet al echt om de hoek, zeg ik met mijn geografische kennis. Nee, vond ik ook een bijzondere keuze. Weet ik veel. Nee, ja, Doetinchem, dat is volgens mij niet... Ik vind het ook vrij ver, moet ik zeggen, als ik wel eens naar de Graafschap ga. Ja. Ja, inderdaad. Kom je lang niks tegen, hoor. We hebben jullie voorspelling in ieder geval al nu gehoord. Elke dag gaat onze eigen... Ja, ik wil het eigenlijk zeggen. Het talent van... Mag ik het zeggen? Het talent van EK Daily. Essie Messi. Onze eigen Esra. Die gaat elke dag op pad met 2 doeltjes en een bal. En dan daagt ze toeristen uit om tegen haar te voetballen. Om zo tot een voorspelling te komen voor een wedstrijd. Ik heb nu echt een echte Deen weten te vinden. En dit is de grote vriendelijke reus. What's your name? Rasmus. Denemarken dus. Rasmus uit Denemarken tegen Essie Messi uit België ben je vandaag. Denk je niet dat het heel makkelijk is om hem een panna te geven, aangezien hij zulke lange benen heeft? Weet ik niet. Misschien kan je er wel onderdoor kruipen. Kan. 3, 2, 1, go! Oh, daar gaat ze hoor, daar gaat ze! 1-0! Heb je
Messi. Anders is het geen echte panna. Ja hoor, 3-0. Dat is 3-0, panna. Rasmus heeft het er maar zwaar mee. Oh ja, toch een doelpoging van Denemarken. Oh! Dat is 5-0. 5-0. No mercy gewoon. Oh, 6-0. 6-0. Wat zei je? Ik heb één keer laten scoren. Of ze hem één keer moet laten scoren. Nee, game over. 6-0. 6-0. Het is gewoon duidelijk. Belgium, Denmark. 6-0. Good job. Had ik jullie misschien eerst SMS'ie aan het werk moeten laten zien? Voordat jullie een voorspelling hadden moeten geven? Ja, ik ben wel onder de indruk. Ja, van die Deen zeker. Ja. Hey, jij bent erbij dan, hè? Jij scout die mensen samen met SMS'ie. Niet om iets te zeggen over de tegenstander, maar hoe kwam je aan deze Deen? Nou, hier moeten eigenlijk de credits naar de moeder van SMS'ie gaan. Want die heeft ook toeristen geronseld daar. Okay. Maar die jongen die zat op een bankje. Dus we zagen niet in eerste instantie dat hij 2 meter lang en 2 meter breed was. Ja. Maar ja, je ziet ook niet aan iemand of je wel of niet kan voetballen, maar ik kon niet zoveel van. Zeer vermakelijk. Ja, nog lekker soepel. Laten we even kijken naar de voorspellingen. Wat is dit? Een eenheid. Ja. Eenzijdigheid hier. Allemaal denken jullie dat Denemarken België gaat verslaan. Ja. Jean-Paul ging net anders schieten. Maar uiteindelijk, als je je toto hard moet laten spreken, ga je toch voor Denemarken. Ik vond die krul gewoon stiekem heel lekker. Krul met rechts, hè? Ja, dat is waar. En dan morgen Italië-Rusland. Ja, daar hebben we het net ook over gehad. Duidelijk. Nou ja, eigenlijk is er meer over te zeggen. Wat ik wel nog tegen jou zeg, dit is leuk om zo'n SMS in acties te zien, toch? Dat jonge meiden gewoon bezig zijn met panna's, mannen uitdagen. Ja, je ziet het. Ja, hoe zeg je dat? Het begint steeds jonger, zeg maar. En gewoon, ja, een beetje die trots. Ja, door wie ben je eigenlijk gaan voetballen? Wie was jouw voorbeeld? Had je een vrouwelijk voorbeeld? Of is dat nu deze generatie die er nu aankomt? Ik denk dat het nu deze generatie is. Ja, je had wel... Ja, Daphne Koster, die kende je, ja. Maar voor de rest... Danny Koevermans. Ja, dat was wel mooi, ja. Danny... Waar komt die vandaan? Komt die opeens vandaan? Was dat de reden dat jij ging voetballen, Danny Koevermans? Nee, ja, ik zat in de Alkmaar. Ik dacht, ja, een leuke spits. Ik zeg nog eens wat leuks. Goed. Een leuke spits. Als we het over Danny Koevermans in een vrouwenvoetbalprogramma gaan praten, dan is het tijd om af te ronden. Sanne, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je was. Ik weet dat je heel graag naar wedstrijden van Nederland wil. En dat moet je eigenlijk ook doen. Maar ik vind het echt heel leuk om met jouw wedstrijden van Oranje samen te kijken. Ja, ik vond het ook wel leuk. Vooral omdat je tegen mij zegt dat ik rustig moet doen. En, ja, doe rustig. Zie je het eigen. Sanne, super tof dat je er was. Wanneer begin je bij VV Alkmaar? Nu hebben we 3 weken vrij. En dan gaan we weer begin augustus. Gaan we ermee beginnen. Nou, heel veel succes erbij. Dankjewel. We zien je natuurlijk graag voorbij komen. Is het niet hier, dan weer bij VV Kicks. Jean-Paul, dankjewel. Nog vragen? Ga je zelf nog wedstrijden bezoeken van TK? Ik weet het nog niet. Ik moet even kijken. Misschien... Als Esmee ergens heen wil? Mag ze dan met jou ergens heen? Dat zou een leuke date zijn. Dat zou een leuke date zijn? Oh my god, ja. Ik film, ik film. Dit gaan wij regelen. Ja. Ja, we gaan het wel zien. Ja. Oké, okay. We gaan het meemaken. Trouw ik ze, oké, heel goed. Jullie natuurlijk hartelijk dank voor het kijken. Ook dank voor de vele vragen. Heb je nog niet geabonneerd, doe het dan. Zit je op Facebook, like even die pagina. Dan hoef je helemaal niks meer te missen. Morgen om 8 uur zijn we weer met een nieuwe EK Daily.